video. Vandaag is het tijd voor een nieuwe Full Face First Impressions. Maar voordat ik verder ga, wil ik even bij jullie checken of dat jullie de video van woensdag al hebben gezien. Dat is namelijk een uitgebreide video waarin ik samen met jullie 7 jaar Shark Academy vier. En natuurlijk heel veel leuke dingen deel met jullie wat ik allemaal heb meegemaakt. De successen die ik gevierd heb, maar ook natuurlijk de dingen die wat minder leuk waren. En er zitten 3 winacties aan die video gekoppeld. Dus heb je die nog niet gezien, check dan zeker de video. Ik zal hem voor je linken in het i'tje. Nou, in deze video ga ik dus weer een Full Face First Impressions doen. Dat zijn toch echt wel even mijn favoriete video's naast de reviews en de shoplogs die ik al doe. Vind ik dat gewoon heel erg leuk. Ik test het liefst de allernieuwste, de allermooiste producten uit, omdat ik dat gewoon echt heel erg leuk vind. En in deze video heb ik weer een aantal super mooie producten. Dit is de uiteindelijke look geworden. En ben je nou benieuwd met welke producten en hoe dat de producten zijn bevallen? Dan moet je zeker even blijven kijken. Oké, let's do it. Het is vandaag echt ontzettend warm. Als ik jullie nu kijk, is het momenteel de warmste dag wat het tot nu toe is geweest. Dus ik ben ook vroeg opgestaan om zo vroeg mogelijk te gaan filmen. Om zo min mogelijk warmte hier op zolder te creëren. Dus als jullie af en toe wat zweetdruppels op mijn neus zien. Ik zal mijn uiterste best doen om het niet te veel te laten afleiden. Maar dan hebben jullie een beetje een idee in wat voor situatie we momenteel zitten. Ik ben namelijk niet zo heel erg dol op van die hele warme dagen. Maar ieder zijn ding natuurlijk. Waar ik wel heel erg dol op ben is de Full Face First Impressions. Dus daar ga ik nu lekker mee beginnen. Ik heb in deze video niet alles nieuw. Zoals de laatste keer was het wel echt gewoon heel veel nieuw. Maar wel weer een aantal hele leuke dingen die ik graag met jullie wil testen. Ik heb onder andere de Wonder Glow van Charlotte Tilbury natuurlijk laatst in een luxe sample gekregen. Zoals jullie gezien hebben. Deze kreeg ik bij mijn bestelling. En wat ik al vertelde, ik was eigenlijk wel benieuwd of ik deze met andere foundations ook zo goed werkt. Want ik vond de glow die het gaf namelijk wel heel erg mooi. Ik heb niet zoveel gemerkt van per se langhoudendheid. Maar het moet ook echt een soft focus glowy primer zijn. Dus die ga ik vandaag weer proberen. Ik vind het wel echt ideaal, dit tubetje, want zo'n zakje is toch niet altijd heel erg praktisch. En ik kan je vertellen, er zit echt gewoon veel in, want er komt zeg maar al product uit het moment dat je hem überhaupt open doet. Dat wil dus zeggen dat hij wel echt goed vol zit. En het is eigenlijk een beetje gewoon een champagne kleurig, ja, een beetje een soort van liquid highlighter lookje wat eruit komt. En waarom ik de vorige keer een beetje sceptisch was, is omdat ik altijd voor primers, ja, toch wel wat slechtere huid krijg. Mijn huid is nu trouwens wel weer een beetje aan het opknappen. Maar zoals ik al eerder vertelde in de video's, is het een beetje achteruit gegaan. Zoals ik al zei, daar kom ik in een huidupdate binnenkort nog even op terug, waar dat er nou precies in zit. Ik ben er nu in ieder geval wel achter gekomen wat niet werkt voor mijn huid. Dus dat is ook wel weer fijn om te weten. Maar ik heb verder geen reacties meer gehad op het moment dat ik deze primer gebruikt heb. Want toen was mijn huid dus nog best wel goed. En ik heb daar verder helemaal geen last van gehad. Dus ik denk, dan is dat de ultieme test. Of dat deze niet mijn huid zeg maar extra onrustig maakt. Nou, als je dus net opdoet, dan zie je niet zo heel gek veel. Je ziet er iets glowier uit. Maar het is voornamelijk het moment dat er iets overheen gaat. Dat ik dacht van, hey, dit is wel een mooi effect. Het viel mij namelijk zelf ook op bij het edit. Dat ik dacht, hey, lekker glowy gezichtje. En dat komt dus echt van de primer. Ik heb wel een nieuwe foundation. En dat is de Pat McGrath Foundation. Deze gaat ook binnenkort nog voorbij komen in de Full Face. Dat ik echt alle producten bij elkaar gebruik. Maar hier ben ik dusdanig benieuwd naar dat ik nu gewoon even een. Dat ik nu even een uitzondering maak om deze alvast te gebruiken. Hij komt erg sprieterig uit het flesje. Het is wel echt een super dunne substantie. Zoals je ziet, het loopt echt van mijn hand af. Ik durf zelfs wel te zeggen dat hij misschien nog wel vloeibaarder is als die van een Cover Skincare die ik altijd gebruik. Ik heb ook niet het idee dat hier heel veel dekking uit gaat komen. Maar ik hecht er eigenlijk meer waarde aan het moment dat een foundation wel heel mooi egaliseert en de huid oprecht gewoon mooier maakt. Dan dat ik zodanig veel dekking heb dat je mijn huid er eigenlijk niet meer doorheen ziet. En zoals ik al zei, niet extreem veel dekking. Maar als mijn huid dadelijk dus weer een beetje is opgeknapt, dan denk ik dat dit echt wel een goede match gaat zijn. Kleur is in ieder geval goed. Hij is misschien iets aan de lichte kant. Maar als ik dadelijk mijn bronzer heb aangebracht, denk ik dat het wel mooi in elkaar samenvloeit. Deze lijn heeft ook een primer, maar daar heb ik niet zulke hele goede dingen over gehoord. Pat McGrath staat natuurlijk voornamelijk bekend om haar oogschaduwpalet, om haar lipsticks. En ik ben altijd wel een beetje van mening dat er eigenlijk geen één merk is waar alles perfect aan is. Zelfs Natasha Denona heb ik echt natuurlijk al heel veel producten van getest. Vind ik de oogschaduwpaletten toch echt wel het beste product. Ik heb bijvoorbeeld ook een lipstick van haar. En die vind ik helemaal niet verkeerd of zo, maar ik heb geen wauw effect. Dus zo zie je maar dat eigenlijk ieder merk heeft wel een uitblinker. En je kan eigenlijk nooit echt overal goed in zijn. En dat is natuurlijk vrij logisch. Want dat is in het echte leven precies hetzelfde. De enige plek waar de foundation niet helemaal lekker pakt is op mijn neus. Maar dat heb ik wel vaker. En zeker met foundations die niet zo dekkend zijn. Maar op zich, als ik niet veel met mijn kwast er aan gezitten, dan is het op zich wel te doen. Ik vind hem nog best redelijk wat dekking geven. Maar meer op de manier dat hij mijn huid mooi en gaal maakt. Zoals ik al zei, hij is aan de lichte kant, maar ik vind het niet overdreven licht.
tint is goed, niet te geel, niet te roze. Dus voor degene die het gemist had in de shoplog, ik heb Light 5. En ja, dat is wat mij betreft een goede match. Deze zit er nu goed op. Ik vind hem ook wel lekker glowy in combinatie met die Wonder Glow. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat die gedurende de tijd dat ik mijn make-up ga doen erop blijft zitten. Maar voor een eerste indruk zou ik deze zeker vaker gebruiken. Het enige nadeel vind ik dat het product best wel spuiterig eruit komt. En daardoor zat het dus ook op mijn bureau. Beetje zonde. Ik ga wel nog een beetje extra concealer aanbrengen op rode vlekjes die ik heb. Die zijn nu dus al, wat ik zei, een beetje aan het wegtrekken. Maar ze zitten er nog wel. En dan vind ik het wel fijn als ze iets meer dekking hebben. Dus dat is ook wel een beetje mijn tactiek. Als je niet te veel rode vlekjes hebt, want daar ga ik wel heel eerlijk in zijn. Op het moment dat je een redelijk stabiele huid hebt en hier en daar wat vlekjes, kan je beter een foundation hebben die gewoon mooi egaliseert en wat extra concealer aanbrengen. In plaats van het helemaal dicht te smeren. Want je houdt altijd wel, zeg maar, de bobbel van het plekje. En ik heb vroeger eigenlijk altijd geleerd, toen ik nog op de middelbare school zat bijvoorbeeld, dat op het moment dat je het echt gewoon flink dicht smeert, dan lijkt je net op een witte chocoladereep met nootjes. Dus ja, weet je, dat is niet helemaal wat je wil. En ik denk persoonlijk wel dat voor veel mensen deze foundation waarschijnlijk niet dekkend genoeg gaat zijn. Want ja, dat is toch wel een beetje de trend de laatste jaren natuurlijk. Maar voor mij persoonlijk denk ik op een everyday basis dat hij echt niet verkeerd is. En ik vind hem dus wel heel mooi egaal op de huid. En die Wonder Glow maakt dat hij lekker glowy is. Dus ik vind het niet verkeerd. Ik zie er dus wel echt nog wel wat vlekjes doorheen. Maar de laatste jaren heb ik dat ook een beetje leren waarderen. Mijn huid is ooit zo slecht geweest dat al die mini vlekjes, weet je, ben al dankbaar dat het niet meer zo erg is. Dus ik kan hier best wel mee leven. Het maakt ook dat het gewoon er wat echter uitziet allemaal. Ik heb zelf namelijk ook ooit op het punt gestaan dat ik dacht van oké, dit komt nooit meer goed. En als ik dan nu in de spiegel kijk, denk ik, hey, het is eigenlijk best wel oké, weet je wel. Natuurlijk, het is nog steeds niet perfect, maar goed, wat is perfect? Ik ga als concealer die van Pat McGrath gebruiken. Ik gebruik echt zo weinig van deze concealer in vergelijking met andere concealers. Het is echt 5 stipjes. Nou, meestal zoals ik het nu aanbreng, blenden en klaar. Daardoor doe ik dus veel langer met mijn concealer. En oprecht 5 stipjes is ook echt gewoon genoeg. En ik heb de concealer dus in light 4 en de foundation is in light 5. Dus de concealer is ietsje lichter. Ik zie ook dat hij ietsje meer peachy is. Maar dat maakt dus dat die blauwe kringen onder de ogen wat meer wegvallen. Dus dit is de eerste keer dat ik ze in combinatie met elkaar aanbreng. Wat ik wel altijd vind van deze concealer is, hij is nog best dekkend. Dus het is heel belangrijk dat je de randjes, zeg maar, goed mee blendt. Dus ook hier aan de zijkant, dat je daar gewoon nog even langs gaat, zodat hij goed blendt. Dan ga ik aan deze kant vast poeder opdoen. En ook daarvoor gebruik ik deze poeder van Pat McGrath. Sinds kort gebruik ik dus die puff van Linda Hallberg. En doe ik dus nu ook met deze poeder. Dus dan haal ik hem er gewoon doorheen. En dit druk ik dan onder mijn oog. Ik vind die poeder van Pat McGrath ook oprecht heel erg fijn. En ik vind die van Charlotte Tilbury ook nog steeds heel erg fijn. Maar eigenlijk vind ik die nog iets te donker, zeg maar, voor onder de ogen. En deze is toch eigenlijk zo goed als transparant. En heeft ook zo'n mooi blurry effect. En zeker met deze puff. Oh, dat is echt een gouden combi. Dus dit is hoe dat de foundation er dan uitziet met de concealer eroverheen. Ja, ik moet zeggen dat dit inderdaad goed op elkaar aansluit. Dus dat ziet er goed uit. Oké, dan zit de basis er eigenlijk zo goed als op. Ik ga nog even afpoederen met mijn poeder van Uncover Skincare. Superleuk. Ik heb gisteren weer nieuwe bestellingen gedaan met mijn skincare producten. En toen kreeg je deze erbij. Dus ik heb alweer een backup onderweg. Het is een vrij eenvoudige poeder, maar het feit dat ik toch wel let op hetgeen wat ik over mijn gezicht aanbreng, want de hele dag eigenlijk mijn gezicht beschermt, zo zie ik het dan eigenlijk. Dat zo natuurlijk mogelijk is zonder dat er te veel troep in zit. Ja, dat geeft me toch wel een fijn gevoel. Ook met de foundation van de Uncover Skincare. En de poeder doet gewoon goed zijn werk. Het is niet te matterend, maar hij matteert wel gewoon genoeg. Kleur is goed en het voelt ook gewoon fijn op de huid. De kwast die ik trouwens hiervoor gebruik is ook van Uncover Skincare. En dit is echt by far de zachtste poederkwast ever. Oké, ik ga even in moeten breken in deze video. Ik had het liefst natuurlijk niet gedaan. Maar ik zal jullie vertellen zonder dat ik zelf ontzettend moet lachen. De bronzer van Charlotte Tilbury wilde ik laten zien. Heeft een behoorlijk grote spiegel. En zoals jullie zien, ik heb momenteel een heerlijke dikke wollen trui aan. Wat op dit moment dus een stuk frisser. Maar toen ik deze video opnam, had ik een wat lager uitgeschreven topje aan. En dat ding scheen de hele tijd zo naar beneden. Toen dacht ik van, nou weet je, de video gaat toch echt wel om de make-up producten. En niet zozeer wat er hieronder gebeurt. Dus ik doe het even opnieuw bij deze. Ik heb hem dus al wel gebruikt. Dus een helemaal first impression is het niet meer. Maar ik heb wel dezelfde basis aangehouden als wat ik in de video opgedaan heb. Dus ik ga alsnog deze bronzer gebruiken en daar wat over vertellen. Nou, ik gebruik hem dus met de Benefit Hoola Brush. Ik heb wel heel erg getwijfeld of ik niet de bijpassende kwast wilde. Maar toen dacht ik van, ja, weet je wat het is? Mensen die deze bronzer kopen zullen waarschijnlijk zelf ook niet allemaal sowieso het geld niet hebben voor zo'n kwast van Charlotte Tilbury. En ook misschien niet per se zoiets hebben van, hé, dat heb ik nodig. Dus toen dacht ik van, ik ga hem ook gewoon testen met een eigen kwast. Nou, wat ik dus ook al zag in de video, is op het moment dat je een wat drogere huid hebt, dan zie ik dat hij wat meer vasthoudt aan de textuur. Waardoor hij dus een beetje,
ja, vlekkerig kan worden omdat hij daaraan vasthoudt. Dus de poeder is in die zin best wel heel smooth. Maar op het moment dat hij een bepaald droog plekje zeg maar raakt, dan blijft hij daaraan vastzitten. Dus ik zou wel willen zeggen dat hij absoluut beter past bij een meer normale tot vette huid. Dan als je een hele droge huid hebt. Ik vind het wel een hele mooie bronzer. Vooral de kleur. Want zoals ik al zei in de shoplog was ik een beetje bang omdat die wat te rossig zou zijn. En misschien zelfs iets te donker. Maar dat vind ik juist eigenlijk heel erg mooi aan deze bronzer. Dus de kleur ben ik wel heel blij mee. Maar ik durf denk ik wel te zeggen dat ik de Hoola bronzer van Benefit. Die ik ook heel fijn vind. Toch mooier vind. Omdat die dus minder vasthoudt aan de textuur op mijn huid. Want op mijn voorhoofd heb ik bijvoorbeeld minder textuur. En daar doet hij het op zich best wel prima. Maar ik zou het ook mooi vinden als hij hier smooth is. En dat is hij dus niet zo heel erg. En dat is natuurlijk wel een dingetje. Want we hebben het hier wel over een vrij prijzige bronzer. Het formaat van de bronzer is top. Daardoor kan je gewoon goed met je kwast erin. Verpakking is ook echt prachtig. Het feit dat hier een nieuwe refill in kan vind ik ook super slim gedaan. Is natuurlijk veel goedkoper en ook beter voor het milieu. Dan dat je elke keer alles weggooit. Dus al met al vind ik het een mooie bronzer. Mooie kleur. Ik zal het blijven gebruiken. Maar als je niet per se je ogen hebt laten vallen op het kopen van een nieuwe bronzer. Is dit niet per se een must have. Verpakking is wel heel mooi. Oké, terug naar de echte video. Dan gaan we nog even verder met Charlotte Tilbury. Want het is vast niet ontgaan dat dat ongeveer mijn nieuwe favoriete merk is geworden. Sinds ik daar best wel veel besteld heb. Ik heb hier de supermooie Cheek to Cheek Blush in Pillow Talk. Ik heb dus al zo'n blush in de kleur Ecstasy. En die kleur gebruik ik serieus echt bijna iedere dag. En omdat ik de formule zo fijn vind en zo smooth op de huid vind zitten, dacht ik van, weet je, ik trakteer mezelf en koop er nog eentje. En deze lijkt echt heel erg donker, maar ik heb echt heel veel video's gekeken waar heel veel mensen deze dus gebruikten. En toen dacht ik van, ja, het is toch wel een mooie blush. Heel eerlijk, ik begrijp niet helemaal de techniek hieruit. Want in dit geval zit er dus een lichter stipje in het midden. In die andere blush zit er een donkerder stipje in het midden. Ik doe gewoon zo en ik breng het lekker aan. Dus gebruik hoe je het gebruiken wil, maar ik ga gewoon lekker er doorheen. Dus het zou best kunnen dat mijn stipje op een gegeven moment helemaal donker wordt. Maar ik ga deze nu gewoon aanbrengen. Hij is dus wel wat donkerder denk ik als die andere kleur. Dus misschien is het wel iets meer een najaarstint. Maar ik vond het er dus enger uitzien in de pen als dat ik het op de huidjes eruit vond zien die ik video's wel gezien heb. En Pillow Talk is natuurlijk echt een beetje dat oud roze kleurtje. En ja, dat is toch echt wel mijn ding. Het staat me ook goed vind ik. Toen dacht ik van, nou, als blush vind ik dat dan ook wel leuk. Ik vraag me af of ik die Wonder Glow zie als glow of dat hier ook een beetje een glow in zit. Want ik vind het wel mooi eruit zien. Ik vind de kleur niet te donker, maar het is wel even wat anders dan wat ik normaal draag. Ik heb dus meer een beetje die Coral Peachy blushes in mijn collectie. En dit is dus echt meer een beetje, ik zou zeggen, het zit een beetje tussen oud roze en terra in. Dus het heeft een beetje een bronzy effect. Ik heb ook het idee dat ik er iets smaller door lijk. Maar het is niet te donker. Dus ik vind het wel een, ik vind het wel een mooie blush. Dit is zeker geen verkeerde aankoop. Ik kan me best voorstellen dat dit ook wel een nieuwe favoriet zal worden. Nou, dan voor de highlighter ga ik twee producten mengen. Ik heb namelijk de tip gekregen om de Interstellar van Linda Halber Cosmetics te blenden met de Infinity Glass. En op deze manier krijg je dus een mooie cream highlighter. Dit is namelijk het enige product van Linda Halber Cosmetics waar ik niet zo goed mee overweg kon. Het is helemaal geen lelijk product. Het is ook niet een verkeerde kleur of zo. Maar ik had zelf geen wauw ermee. En met die andere producten was ik een stuk enthousiaster. Het is namelijk gewoon een soort van liquid goud. Zo zou je het ook kunnen noemen. Hij is wel een beetje aan de dikke kant, vind ik zelf. Maar je kan het overal op gebruiken. Ogen, gezicht, body, wat je wil. Maar ik weet niet, ik voelde het niet echt. Maar ik heb hem nu in ieder geval op mijn hand zitten. Ik vind de kleur namelijk wel heel erg mooi. Maar op het moment dat je hem dus mengt met de Infinity Glass. Ik weet niet hoeveel ik hiervan moet doen. Ik doe gewoon een beetje. Dan zou het dus een hele mooie soort van cream highlighter worden. Het is niet heel erg blinding. Misschien dat ik iets meer moet gebruiken. Ik heb nu al het idee dat er niet zoveel meer op mijn hand zit. Maar het is wel een mooie combinatie. De kleur is mooi. En hij shijnt wel gewoon lekker. En de laatste tijd ben ik wat minder van de cream highlighter. Omdat ik dus vaak de tint niet zo mooi vind. Het is vaak of heel overdreven geel of heel overdreven roze. En ik hou toch wat meer van champagne. Maar dit zou zeker een kleur zijn die ik vaker zou dragen. Wat je dus ook ziet op het moment dat je het probeert weg te halen is dat er echt glitters in het product zitten. Dus ik denk ook als je hier een lamp opzet dat er echt wel glitter te zien is.
Dus of het mijn nieuwe favoriete highlighter wordt, dat denk ik persoonlijk niet. Maar het is wel een manier om het te gebruiken. Maar dit is bijvoorbeeld wel heel erg mooi op de body. Want als ik dit namelijk zo zie, dan denk ik, nou, dat ziet er niet verkeerd uit voor een foto. En voordat we dan overgaan naar de ogen, ga ik nog een setting spray aanbrengen. Dit is dus de nieuwe setting spray van Hourglass. En dit is Veel Soft Focus Setting Spray. Wat ik wel al vertelde in de shoplog, dat er dus een dikke deuk in zit. Het is dus niet een hele stevige verpakking. En ja, Hourglass is toch echt wel een high-end merk. Vind ik dat wel een beetje jammer. Kijk, zoals ik al zei, je zou dit dus niet in je schooltas moeten doen met een hele stap boeken erop. Want dan is die gewoon plat. Maar er zijn genoeg andere setting sprays waar dat wel mee kan. Dus dat vind ik wel een beetje jammer. Nu ben ik natuurlijk wel benieuwd naar het effect. De spray is dus heel erg, ja, soft. Dat kan ik wel even laten zien. Het is echt een hele fijne mist. Dat zoek je natuurlijk in de setting spray. Maar het is ook fijn als hij een mooie finish op de huid geeft. Dus dat ga ik nu testen. De spray voelt inderdaad heel lekker. Ik ruik niet per se iets van parfum of zo erin terug. Volgens mij zit er ook verder geen parfum in dat ik weet. Dus dat is wel heel fijn op de huid. Als ik dan kijk naar mijn huid, zie ik denk ik niet zo heel veel verschil. Ik denk dat die iets dewier is geworden. Dat is natuurlijk met de highlighter en de Wonder Glow al een beetje het geval. Dus ik denk wel dat op het moment dat je een hele matte look hebt gemaakt, ik zie dat bijvoorbeeld wel een beetje terug op mijn voorhoofd, dat je daar dus wel iets dewier wordt. Dus heb je een hele vettige huid van jezelf en hou je dus absoluut niet van zo'n dewy effect, dan zou ik deze skippen. Voor mij is dit inderdaad een goede combinatie. Of ik het er ook voor over zou hebben, dat weet ik niet. Want ik ben ook nog steeds heel erg tevreden met mijn setting spray van Too Faced. En ik denk dat ze een beetje op hetzelfde neerkomen. Alleen deze is wat zachter qua spray. Maar die van Too Faced is nog net even iets meer hydrating, heb ik het gevoel. Nou, tot nu toe ben ik eigenlijk nergens ontevreden over. Alles zit er eigenlijk wel mooi op. Dus we gaan nu verder met de ogen. Ik ga even mijn oogschaduwbasis, mijn tightline potloodje, dus in de wimperrand, en mijn wenkbrauwen even van camera afdoen. Want ja, dat zijn verder geen nieuwe producten. En dat gaat natuurlijk wel wat tijd in beslag nemen in de video. Waar jullie eigenlijk al mee bekend zijn. Dus dat ga ik even doen en dan kom ik bij jullie terug. Zo, de basis en de wenkbrauwen die zitten erop. Ik heb met het Nude Light paletje van Huda Beauty, de lichtste kleur zoals je ziet, al vaak gebruikt inmiddels, nog even onder mijn wenkbrauwen een lichtere kleur aangebracht. Die ga ik dan blenden en dan ga ik met de oogschaduw verder. En voor deze video mag ik eindelijk de 11 bite size paletjes gaan proberen. Ik heb er dus nog meerdere op het oog, maar ik wil ze natuurlijk in eerste instantie gewoon proberen. En ja, kijken hoe dat deze bevallen. Volgens mij heb ik er 3 of 4 euro voor betaald. Ik denk echt het meest cheap paletje voor 4 kleuren ooit. Maar hier had ik dus na een goede dingen over gehoord en gezien dat ik dacht van nou, die wil ik dan wel proberen. Nu is alleen het probleem dat ik er 2 heb. Ja, wil ik natuurlijk zoveel mogelijk kleuren gebruiken. En ik kan niet zeg maar 1-1 doen, want ik moet nog meer video's opnemen. Dus dat gaat er een beetje gek uitzien. Dus ik ga gewoon een beetje verschillende kleuren gebruiken. Ik ga wel beginnen met het Rosewater paletje, want ik heel erg benieuwd ben naar deze transitiekleur. De oogschaduwen zijn wel vrij poederig. In ieder geval de matte kleuren, dat merk ik al gelijk. Ik ben namelijk benieuwd, ja, hoe cool deze kleur is en hoe goed je dat kan opbouwen. Ik ben namelijk altijd wel op zoek naar een wat koelere transitiekleur en ja, hoe goed deze dan blendt. Of de kleur is echt super licht, of hij is gewoon niet zo goed gepigmenteerd, want ik zie niet heel veel gebeuren. Ja, ik zie al wat het is. De kleur is vrij licht. Dusdanig licht dat het op mijn huid puur schaduw is. Maar dat vind ik ook wel weer interessant, want dan heb je letterlijk een transitiekleur. Dus dan kan je echt puur de schaduwen aanzetten. Want mijn ervaring met dit soort doosjes is dat ze vaak heel erg droog zijn. Niet goed gepigmenteerd en daardoor dus heel erg vlekkerig aanbrengen. Vooral donkere kleuren. Maar dit ziet er tot nu toe zeker niet verkeerd uit. Nou wil ik van het Berry Bed paletje met de lichtste kleur ook even in de arcadeboog. Om te kijken hoeveel dat die opgewarmd kan worden. En of dat die echt deze kleur is of iets meer warm. Ja, paletjes geven wel echt super veel kickback. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ja, en dat is toch wel zonde, want daardoor gaat er best wel wat product verloren. En nogmaals, dat kun je verwachten voor 3 à 4 euro. Maar ik vind het toch wel even iets om te benoemen, want ja, dat is wel zonde. Er zit natuurlijk in zo'n klein paletje vaak niet zo heel veel inhoud. De pens zijn niet zo heel groot. En op deze manier ga je wel snel pen raken. Dus dat is wel een beetje zonde. Kleur is wederom mooi, blendt ook goed. En op deze manier wordt hij dus net iets dieper. Zo, de matte kleuren zitten erop. Daar ben ik tot nu toe eigenlijk ja, best wel over te spreken. Ga ik met de donkerste kleur van het paletje in mijn buitenste ooghoek. Nee, deze kleur is wel wat minder. Ik heb hem proberen een beetje te blenden, maar ja, ik denk dat we zelf wel kunnen oordelen dat dit best wel patchy is. Wel jammer. Ik denk wel dat ik het met de shimmer hier overheen wel een beetje kan opleuken. Maar ja, je wil natuurlijk het liefst dat de kleur van zichzelf gewoon goed pakt. Ik zou wel willen adviseren om echt een beetje de kleur erop te pakken eerst. En daarna pas te gaan blenden. Want ik zie hier dat je dus eigenlijk gewoon de kleur
weer vervaagt en daardoor gewoon weghaalt. En dat is natuurlijk niet zo heel fijn. En een andere tip is om weer terug te gaan met de kwast die je gebruikt voor de transitiekleur. En die randjes gelijk te blenden, zodat het wat minder patchy is. Maar het is zeker niet mijn lievelingskleur qua hoe die hier werkt. Nou, ik ga het een beetje proberen te fixen met de beetje bordeaux kleur in het paletje. Ik ga hiermee ook een beetje over die matte kleur heen, zodat het wat minder opvalt. Nou is het natuurlijk best wel een beetje zo dat ik een beetje verziekt ben door die merken als Natasha Denona, Pat McGrath, Charlotte Tilbury. Maar goed, weet je, je wil natuurlijk ondanks de prijs, wat het ook kost, wel dat het werkt. En tot nu toe werkt het voor mij niet ideaal. Nou, ik hoop met deze shimmer de boel een beetje op te kunnen fleuren aan de binnenkant. Dit is dus het paletje van de Rosewater. Maar je ziet het ook al met die metallics. Ze zijn dusdanig poederig en kruimelig dat het me dus niet verbaast dat ze eigenlijk zoveel fallout geven. Maar ja, dat is natuurlijk wel jammer. Deze kleur is dus iets koeler, maar op zich vind ik het wel een grappige combinatie zo. Maar wederom ben ik hier ook niet wild van. Ik wil die donkere kleur uit het Berry Bad paletje nog één kans geven om hem aan de onderkant te gebruiken als lijntje. Om te kijken of hij dat wel goed doet. Dat zijn vaak toch wel de wat makkelijkere klusjes voor oogschaduw. En dan sluit het net even wat mooier aan. Nou, ook dit is niet wauw pigment, maar het is prima. Nee, ik denk niet dat ik deze doosjes veel vaker zal gebruiken. Daar ben ik heel eerlijk in. Nou, ik heb de oogschaduw op mijn manier nog een beetje proberen te fixen. Maar ik denk dat we wel heel erg algemeen kunnen zijn dat ik dit gewoon niet het beste palet vind. Het feit dat er zoveel fallout is dat het gewoon in je highlighter blijft zitten. Niet helemaal wat ik bedoel. Oké, nou, de oogschaduw was niet helemaal een aanrader. We gaan nu verder met het potloodje van Charlotte Tilbury in de kleur Pillow Talk. Die wil ik eigenlijk aanbrengen in mijn waterlijn en als lijntje. Dus dat ga ik eens even doen. En ik vond het er wel gewoon uitzien als een mooie kleur. Het is wel een kleur waarvan ik zeg, doe er voorzichtig mee, zeker in de waterlijn. Omdat het vaak een beetje bloeddoorlopen ogen kan creëren. Dus kijk gewoon een beetje wat mooi bij je staat. En zeker in combinatie met een ooglook zoals dit qua kleur, is dit wel echt de final touch. Nou, dan is de ooglook bijna klaar. Dan is de final touch nog de nieuwe mascara van Linda Halber Cosmetics. En dit is de Infinity Power Lash Waterproof. Nou, ik heb het natuurlijk al laten zien in de shoplog. Het is een wat kleiner mascara borsteltje. En hij zou super waterproof moeten zijn. Nou ja, ik heb geen plannen vandaag om te gaan zwemmen verder. Dus het hele waterproof gedeelte, dat kan ik niet echt goed testen. Maar ik ben natuurlijk wel benieuwd hoe goed het allemaal blijft zitten. En een waterproof mascara zorgt natuurlijk voor dat het echt goed omhoog blijft staan. Dus dat ga ik wel testen. Ik begin even met het krullen van mijn wimpers. Met mijn wimperkruller van Charlotte Tilbury. Zoals ik al vertelde, ik heb niet de allermakkelijkste wimpers. Dus ik ben met mijn mascara's best kritisch. Ik vind het er in ieder geval leuk uitzien. Ik vind het leuk dat er weer eens een keer wat anders is bedacht. Maar het moet natuurlijk ook werken. Ik vind het op zich wel slim gedaan dat borsteltje wat kleiner is. Ik kan me namelijk heel goed voorstellen als je wat kleinere ogen hebt of een beetje van die hooded eyes. Dat van die grote mascara borsteltjes echt totaal niet handig zijn. Oh, ik zie nu al dat ik wel een vlekje heb gemaakt. Dus ondanks het kleine borsteltje kan je ook weer niet te enthousiast zijn. Wat me al gelijk opvalt is dat hij de wimpers op een vrij subtiele manier pakt. Dus het is niet gelijk heel volumineus. En ik hou juist zo erg van die hele volumieuze wimpers. Maar als ik nu in de spiegel kijk, zie ik wel lengte en ik zie krul. Dus daar word ik wel blij van. En ik ben ook benieuwd hoe dit op de onderwimpers doet. Want een borsteltje zoals dit is daar vaak ideaal voor. Ja, dat is inderdaad niet verkeerd. Ik heb heel even voor jullie ingezoomd. Dit is dus met de mascara. Let even niet op die vlekjes, die ga ik zo meteen weghalen. En dit is dus zonder mascara. En als ik nu recht in de camera kijk, dan zie ik hier dus voornamelijk lengte. En ik zie een krul die vasthoudt. Maar ja, don't get me wrong, ik zie niet echt heel veel volume. Dus ik zou wel zeggen, het is een wat subtieler effect. Oké, de mascara zit dan allebei de kanten op. Ik vond het leuk om het te testen. Ik vind hem ook zeker niet verkeerd. Vooral voor de onderwimpers doet hij het goed. Had ik al een beetje verwacht. Het effect van de mascara is wel mooi. Want het staat wel allemaal gewoon heel fris. Maar ik hou net even van iets meer volume in mijn wimpers. Ik ga nog even met een wattenstaafje die mascara plekjes opschonen.
Het valt me gelijk op dat de mascara al is opgedroogd. Dus die plekjes van de mascara zijn bijna niet weg te krijgen met een wattenstaafje. Dus ik zou wel adviseren om voorzichtig te doen met de mascara en de vlekjes gelijk weg te halen voordat ze opgedroogd zijn. Ik moet heel eerlijk zeggen dat de ooglook het voor mij een beetje verpest heeft. Dus ik vind de look zeker niet meer zo zoals ik het had gewild. Oogschaduw die niet helemaal lekker blend. Mascara vlekjes die niet meer weg te krijgen zijn. Dus tot nu toe word ik er niet heel erg blij van. Ik hoop dat de lippen het een beetje goed weten te maken. Wat ik in ieder geval als eerst ga gebruiken is de Ultimate Lips van Linda Halber Cosmetics. En dit is de nieuwe lip primer. Ik heb ooit één keer eerder een lip primer getest. En dat was die van MAC. En die heb ik getest onder de allerdroogste lipstick van MAC die ik toevallig had. Dat was een van de matte lipsticks. En op zich vind ik een lip primer wel prima, maar voor mij is het niet echt een hele erge toegevoegde waarde geweest altijd. Met deze lip primer heb ik foto's gezien van Linda zelf op haar Instagram met vooral een rode lipstick, dat het echt gewoon ontzettend in de lijntjes trekt zonder dit product. Dus dat vond ik zeker indrukwekkend om te zien. Maar als ik naar mezelf kijk, ik heb daar zelf niet echt last van dat het in de lijntjes trekt. Het is meer dat ik de lipsticks vaak heel droog vind op het moment dat ze te mat zijn. Dus daar zou dit fijn voor kunnen zijn. En net iets langer houdbaar. Dat zou voor mij top zijn. Dus ik ben heel benieuwd wat hij dit kan waarmaken. Primer ziet er zelf niet zo heel indrukwekkend uit. Dit is gewoon hoe het eruit ziet. Dit is het product wat je krijgt. Het is verder prima. En wat ik vooral hoop is dat hij wat subtiel aanvoelt op de lippen en niet te dik is. Ik weet ook niet hoeveel ik moet gebruiken. Ik doe gewoon een beetje. Het product zelf is niet zozeer heel vet. Dus dat is wel positief. Ik voel wel iets op mijn lippen. Maar het is vooral heel smooth eigenlijk. Ik ben benieuwd hoe de producten die hier overheen gaan aanbrengen. En de combi die ik daarvoor ga gebruiken zijn alle drie van Charlotte Tilbury. Dat is namelijk de Lip Cheat en de Matte Revolution Lipstick in Pillow Talk. En de nieuwe Collagen Lip Bath in Peach Plump. Dus dit leek me wel een toffe combi. Ik ben heel benieuwd. Dit is ook de eerste keer dat ik de Pillow Talk lip look ga proberen. En doordat het dus een matte lipstick is, ben ik benieuwd of dat hij hier wat smoother van wordt. Ik begin in ieder geval eerst met de Lip Cheat. Nou, dit gaat vrij smooth. Ik vind die potloden sowieso niet heel droog. Maar ik heb wel het idee dat ze iets smoother zijn zo. Nou, het lippotlood zit tot nu toe goed. Het voelt wel gewoon ja, mat, zeg maar, zoals een lippotlood hoort te voelen. Maar het was wel smooth bij het aanbrengen. Dus de combinatie van het lippotlood met de primer eronder, dat is op zich wel een goede match. En potlood zelf ja, is gewoon heel fijn, mooie kleur. Is eigenlijk wat lichter als wat ik al had, maar ben ik wel blij mee. Dan is dit dus de lipstick, de Pillow Talk, de welbekende bestseller van Charlotte Tilbury. Ik heb me er ook aan gewaagd. Ik heb wel één keer eerder de Matte Revolution gebruikt, bedacht ik me. Want de Amazing Emerald lipstick van de Hot Lip Studio, die ik eigenlijk voor mijn moeder ooit heb gekocht, maar die ik nu in mijn collectie heb, heb ik wel een aantal keer gebruikt. Dat vond ik dus inderdaad wel een beetje droog, maar dat komt omdat ik gewoon daar niet zo aan gewend ben. Ik ben heel benieuwd met de lip primer of die wat smoother is. Ik denk persoonlijk van niet, want het voelt zeg maar niet heel glad. Dus ben benieuwd. Ik merk al gelijk dat je deze lipstick even een paar keer heen en weer moet halen om hem een beetje te activeren, zeg maar. Daarna is die op zich wel te doen. De vorm van de lipstick leek me in eerste instantie niet zo handig, maar op zich werkt dat best wel prima. Hij is een stuk minder droog als dat ik verwacht had. Ik vind de kleur wel echt heel erg mooi. Dit is echt wel mijn cup of tea. Dus ik ben toch stiekem wel blij dat ik deze gekocht heb. Het is niet super droog, maar ik ben natuurlijk gewoon heel erg gewend dat ik echt hydrating op mijn lippen voel. En dat voel ik nu natuurlijk niet. Het draagcomfort is best wel prima. Ik zou hier best aan kunnen wennen. Het liefst zou ik er een glossje overheen doen, maar het is best wel te doen. Waar ik natuurlijk wel heel benieuwd naar ben of dat die van zichzelf redelijk smooth is of dat dat toch wel van de lip primer komt. Want de combinatie van deze drie producten tot nu toe is echt een goede match. Dat zou ik zeker vaker gebruiken. Dan gaan we als laatste dus de Collagen Lip Bath gebruiken in Peach Plump. Dit is dus niet zozeer een nieuw product voor mij, maar wel een nieuwe kleur. Misschien niet helemaal de perfecte combinatie met zo'n rossige lipstick. Maar ik wil deze gewoon heel erg graag gebruiken. En hij matcht wel leuk bij de ooglook. Dus let's do it. De lipstick wordt hier gewoon net even wat meer peach van.
Ik vind dit echt een super mooie kleur. Ik ben namelijk wat minder van de hele peachy golden glossjes. Maar deze is echt pretty. Ik vind de kleur heel mooi, voelt fijn. En zelfs over een oud roze lipstick doet hij het echt goed. Dan is de laatste stap nogmaals de setting spray. Dan ga ik mijn haar even los doen, alles even leuk doen. En dan kom ik terug met een eindconclusie. En welke producten ik heel erg fijn vond. Misschien wat minder. En wat nou echt de aanraders zijn en de afraders. Zo, daar ben ik weer. Dit is dus de uiteindelijke look. Ik moet zeggen dat hij er best wel lekker glowy uitziet. Sowieso de huid, de lippen zijn natuurlijk lekker glossy. En nu is het eigenlijk tijd om alles nog eens even langs te lopen en te kijken welke producten ik toch wel heel erg fijn vond. Of die toch wel een beetje tegenvallen. Zit er ook echt een miskleun tussen? Ja, ik denk toch van wel. En het doet echt pijn om te zeggen, want ik had graag gewild dat het werkte. Maar deze 11 bite size oogschaduwpaletjes werken niet voor mij. En ik heb het echt geprobeerd. Verschillende kleuren, zowel de metallics als de matte, zijn gewoon super kruimelig. Heel veel kickback in de pan, daardoor dus ook fallout. Tuurlijk, voor deze prijs mag je niet te veel verwachten. Maar ik verwacht natuurlijk wel dat het gewoon werkt. En dan heb ik toch liever een duurder palet wat in ieder geval de goede ooglooks creëert dan goedkope paletjes die dit creëren. Het is niet een verschrikkelijke ooglook, maar als ik kijk naar de blending en vooral de donkere kleur, die heeft wat mij betreft de look toch best wel vergald. Ik vond de lichtste kleur uit het Rosewater paletje voor in de binnenste ooghoeken wel heel erg mooi. Maar als ik kijk naar de techniek en als je goed wil oefenen met oogschaduw, dan zou dit wat mij betreft een afrader zijn. Het is hier inmiddels een beetje warm geworden, dus ik ga er toch wel even snel doorheen. De Wonder Glow. Lekker product, glowy skin, ga ik zeker vaker gebruiken. Het is niet zozeer een product wat heel lang houdend is. Dus ik denk dat het vooral leuk is voor een feestje. Of als je echt een beetje zo'n dewy look wil creëren. Is het het echt waard om een full size te kopen? Dat laat ik aan jou. Gebruik jij iedere dag een glowy primer, dan is het zeker een hele mooie. Ben je meer op zoek naar een primer die goede houdbaarheid geeft, dan is dit misschien niet helemaal wat je zoekt. De foundation van Pat McGrath is echt geen tegenvaller, moet ik zeggen. Hij is niet het meest dekkend, maar met een goede concealer eroverheen werkt het echt heel erg goed. Op het moment dat mijn huid dadelijk weer normaal is zoals het van tevoren was, waar ik heel blij mee was, denk ik dat ik hier heel erg blij mee ga zijn. Kleur is goed, niet te mat, niet te glowy, het is precies goed. Dus wat mij betreft ga ik deze zeker vaker gebruiken. Nou, de concealer en de poeder die kenden we natuurlijk al, dus daarna gingen we door naar de bronzer. En ik moet zeggen, ik ben niet wild enthousiast. Er zijn namelijk producten van Charlotte Tilbury waar ik echt verliefd op ben. En dit is dan niet per se het product dat ik zeg, die moet je kopen. Ik denk dat het ook wel een van de duurdere producten is. Ondanks dat het gewoon heel veel product is. Het is echt een mooie kleur. En als ik zo kijk, denk ik van, het is zeker geen verkeerd product. Maar ik denk dat die niet voor alle huidtypen geschikt is. En dat vind ik wel jammer voor die prijs. Ga ik hem vaker gebruiken? Absoluut. Want het is helemaal geen verkeerd product. Maar ik vind het wel jammer dat hij toch wel wat haken en ogen heeft. En voornamelijk op de manier hoe die blendt. Kleur is echt top. Ben ik heel erg blij mee. Want daar was ik heel erg bang voor. Maar hij zou niet per se mijn Hoola bronzer van Benefit vervangen. En dat had ik eigenlijk wel verwacht. Ja, dan de supermooie blush van Charlotte Tilbury in Pillow Talk. Je ziet het, ik hou dit doosje natuurlijk omdat hij er gewoon super cute uitziet. Maar de blush zelf is gewoon echt heel erg mooi. Het is wat donkerder als wat ik normaal zou dragen. Maar ik kan er eigenlijk wel aan wennen. Ik heb juist het idee dat ik daardoor iets meer kleur op mijn gezicht krijg. Maar deze formule is zo lekker smooth dat het... ik voel me er gewoon lekker bij. Dus ik kan je echt wel zeggen dat ik deze blush vaker zou dragen. Ik denk dat ik hem zelfs gewoon ga afwisselen met mijn andere blush van Charlotte Tilbury. En dat dit ook een everyday favoriet gaat worden. Dan de liquid highlighter. Nou, dat die glowy is, dat kunnen we absoluut wel stellen. Het feit dat de oogschaduw met de highlighter is vermengd, daar word ik iets minder enthousiast van. En ik vind hem echt alleen mooi op het jukbeen. Want ik heb hem hier ook op mijn bovenlip zitten. En er zit dus ook glitter in die Interstellar. En daardoor heb ik een soort van glitter bovenlip. Dus... het is inderdaad nog steeds niet mijn favoriete Linda Hallberg product. Is het op deze manier beter te gebruiken? Absoluut. Ga ik het vaker gebruiken? Dat denk ik niet. Dus is het een definitieve nee? Ja, dat is ook niet helemaal het geval. Want zoals ik al zei, het werkt wel en het kan heel mooi zijn. Maar het zal niet een everyday favoriet worden. Dan hebben we natuurlijk nog het potlood van Charlotte Tilbury in Pillow Talk. Nou, deze is eigenlijk gewoon hartstikke prima. Net als het andere potlood wat ik heb. De kleur is natuurlijk vrij donker. Maar ik vind het wel een bijzondere kleur waarvan ik denk, ik vind de kleur van dit potlood wel echt super mooi. Dat een beetje bordeaux, rood, oud roze. Die combinatie spreekt me echt heel erg aan. En ik vind bij bruine ogen vind ik dit echt heel erg mooi. Maar ik denk ook voor lichte ogen...
ja, dat dit wel een beetje een soort smoky look kan geven zonder dat je echt een hele smoky eye hoeft te maken. En het is weer eens wat anders als zwart of bruin. Dus deze ga ik zeker vaker gebruiken. Zoals je merkt, de Pillow Talk look, tot nu toe ben ik daar heel erg blij mee. Dan de mascara. En dit vind ik een lastige. Want op zich, ik vind dit geen slechte mascara. Ik heb echt serieus mascara's vroeger getest waarvan ik dacht, hoe kunnen ze dit verkopen? Zo klonterig, zo dik. Of juist dat er helemaal niks van afkwam. Een soort van grijze wimpers heb ik ook wel eens gehad. Dat is dit niet. Dus het is absoluut geen slechte mascara. Maar nogmaals, ik hou persoonlijk meer van een echt hele volle wimper. Tuurlijk, krul en lengte hartstikke belangrijk. Maar deze is voor mijn smaak gewoon net wat te subtiel. Mijn wimpers hebben hier niet heel veel aan. En dat is jammer. Zoals ik al zei, ik denk dat ik het zeker ga gebruiken voor dagjes naar het strand, vakantie, zwembad, noem het maar op. Want daar is zo'n waterproof mascara natuurlijk ideaal voor. Het kleinere borsteltje werkt wel fijn, moet ik zeggen. Vooral voor de onderwimpers vind ik dit dus heel erg prettig. Waar ik niet zo vrolijk van word, is dat hij dusdanig snel opdroogt dat je die vlekjes op je ooglid bijna niet meer wegkrijgt. Dat vind ik wel een beetje een nadeel. Maar voor de rest vind ik dit een echte leuke poging. Want dit is dus de eerste mascara die ze hebben uitgebracht. En ik ben wel benieuwd naar meer. Ik zeg de volgende keer een mascara met big fat lashes, much volume. Dat zou perfect zijn. Nou, dan natuurlijk de lip primer. Ik kan het tot nu toe natuurlijk vrij lastig testen. Want zoals ik al zei, ik heb zelf niet heel veel last van die lijntjes in mijn lippen. Tot nu toe zit het ook allemaal nog goed op. Het voelt ook fijn. Ik heb inderdaad ook wel het idee dat de lipstick er toch wat smoother op ging. Ik kan niet echt uitleggen wat je nou precies voelt op het moment dat die lip primer erop gaat. Want je hebt wel een soort laagje op je lippen. Maar je voelt het bijna niet te zitten. Het voelt gewoon vooral heel glad. Niet ribbelig. Niet droog. Ik weet niet. Het heeft wel iets. Dus ik word hier eigenlijk best blij van. En ik denk dat ik deze wel in mijn everyday bakje ga doen. Want het is natuurlijk ideaal als het er gewoon goed op blijft zitten. Maar vooral dat het er ook gewoon heel erg smooth op gaat. Dat doet deze namelijk zeker. Nou, dan het lippotlood. Ik denk dat ik hier niet heel veel over hoef toe te voegen. Ik vind het hele fijne lippotloden. Met de lip primer worden ze nog smoother. En ook Pillow Talk is zeker een kleur die in mijn everyday bakje gaat. Dan de lipstick. Ik was hier dus altijd een beetje bang voor. En dat zat hem voornamelijk in de formule. Ik vind de kleur echt heel erg mooi. Ik heb natuurlijk nu de gloss eroverheen gedaan. Maar zonder deze gloss vond ik de kleur ook heel erg mooi. Hij is wel iets koeler als wat ik denk ik normaal zou dragen. En doordat hij dan mat is, heb je een beetje een wat blekere look. Dus ik denk dat ik er gerust nog een keer een glossje overheen zou doen. Misschien ook de Rosy Glow Collagen Lip Balm. Omdat dat natuurlijk mooi aansluit. Maar dat deze naar mijn everyday bakje gaat. En dat deze met liefde gebruikt gaat worden. Dat is absoluut een feit. Want ik vind het echt een hele mooie lipstick. En it birthed the hype. En dan natuurlijk als afsluiter de Collagen Lip Balm in Peach Plump. Ik vond het echt super tof dat je deze natuurlijk kreeg bij je bestelling. Want zoals ik al zei, ik vind het een heel fijn product. Dus dat ik nu een tweede kleur ervan heb, vind ik eigenlijk niet zo heel erg. Dit was eigenlijk het idee om eerst deze te kopen. Omdat ik die glittertjes erin wel heel erg leuk vind. Dus nu ik hem alsnog heb, ben ik daar echt heel blij mee. Het voelt lekker, je lippen worden optisch wat voller ervan. Ik word hier gewoon heel erg blij van. Dus ook de Peach Plump is goedgekeurd wat mij betreft. Oké, dan zijn we er gewoon weer doorheen. Dit was dus de Full Face First Impressions. Ik heb echt wel weer een aantal hele toffe nieuwe producten leren kennen. Wederom weer een aantal hele mooie Charlotte Tilbury producten toegevoegd aan mijn collectie. En ook in mijn everyday bakje. Vooral de Pat McGrath Foundation stond hoog op mijn lijstje om te kunnen gaan proberen. Dat heb ik nu eindelijk gedaan. En hier ben ik dus ook zeker over te spreken. Ik ben natuurlijk super benieuwd wat jij van deze Full Face First Impressions vond. Hoe jouw mening is op de producten. En wat jou betreft het mooiste product is uit deze video. Laat het zeker weten beneden in de reacties. En laat ook zeker weten welke producten jij in een volgende Full Face First Impressions wil zien. Want dan ga ik daarmee aan de slag. Vond je het nou weer een leuke video en heb ik je weer kunnen inspireren met nieuwe producten? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Ram dan op die rode abonneerknop om ook lid te worden van de Shark Enemy familie. Wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je heel erg graag woensdag weer met een nieuwe video. Tot woensdag! Doei!